Dag beste kijkers, welkom bij de 26e aflevering van Sassenon TV. Ons getisse keer, helemaal genoeg daar, Witte Bien bij Steenwijk, om een bezoek te brengen bij prins Lollium van de Oelewammers. Wiega, je wilde niet geloven. U bent hier in een straat en dat noemt ze een dorp de Witte Bien. U gaat op bezoek bij Lollium. Nou, het is een lol om hier te wezen. Loop je maar eens van kijken of het thuis is. Kom maar. Heeft er iemand bij, wat? Ja, mijn vriend Batsema, die heeft de statief in de handen. Oké. Die kon niet in beeld komen zo gauw. Fijn. Wat een lol, hè? Hij heeft er wel eens zien, denk ik. Hij zit binnen te kikken. Hij moet er eerst als de donder zien lenzen weer in doen. Ja. Wat is dat hier dan? Hoe moet je dat hier niet welkom vinden? Zie je dat nou? Dan bent u een. Dat is de Witte Peren. Yeah. Je bent zelfs je bel veilig hier. Zie je geld kunnen bellen? Zie je dat niet allemaal? Jongen. Nou, daar bent u dan. Mooi man, helemaal lijn. Ik op pan. Ja, mooi. Jan. Goedenavond. Hallo. Zit je nou binnen of ook mee? Oh ja, nou. Kom verder. Kom mee. Dat is goed. Allemachtig kom. Nou, hallo dan. Hier loopt die Matties bij u van Lollium. Ja. Ik weet het meer, maar kom er eens even op staan. Wat een Matties. Kom eens in, bemiddel met Matties. Nou, kom ik bij jou, Matje. Verdorie. Nou komen we hier, ja. Helemaal in het Zwolle, in de Witte Peren. Geen bellen aan de deuren. Ja, hoe kan dat dan? Geen café waar je mag parkeren. Nee, ook nog niet. Nee, dan mag je niet parkeren. Ja, de man die bellen kan wel. Ja. Willen jullie hier weg gaan, want hond die wat zenuwachtig? Ja, oh, dat is een gevaarlijk hond. Daar hebben we al problemen mee gehad, dus laat me niet doen. Nou, en hoe ziet dat nou op het bandje van Pleitje? Beetje wankel, maar dat komt nog wel goed. Nou, daar ben ik blij mee. Hartstikke mooi. Ja, leuk. Ik zeg, ga zitten hier. Toch? Zo, dan moet ik weer mee. Ik had wat van mijn kleindochter, die hoorde dat ik naar de prins ging en ik moest nog even een tekening maken van de prins. Nou. Ja, kijk dan. Helemaal mooi. Lief? Nou, nee, van lief. Lief. Van lief. Nou, lief van lief. Hartstikke mooi, dankjewel. Die ga ik ook bij mijn verzameling bij de carnaval zetten. Ik heb een carnaval. Geur de carnaval op is. Dan moet jij wachten op het eten. Ja. Omdat je vader weer toevallig interessant wil doen voor die televisie, hè? Ja. Ja, maar zo maken wij hem elke dag mee. Het is helemaal niet zo vrolijk, hoor. Echt niet. Zeker? U kunt ook wel zeker? Anders doen. Pardon? Ja, we zijn 40 lopen. Komt de beroemde klap weer. Alles op. Ik heb hier een buffer overgevlogen. In de stoel? In de stoel. Voor mij? Wat is dat dan? Nou, dat is de bel bij ons. Ik ga wel kijken. Wat kost dat nou een bel bij de gamma? 3,44. Jan van Magie. Ik denk dat de uitzending nou is, anders hadden we horen wat belletjes gedaan, denk ik. Wat dan staat de bel? Goedendag man. Hey. Hallo. Wist je dat niet? Ja. Op de plop. Oh jee, die skuttel. Wat zijn dat dan? Dat kan toch wel. Hè? Kom hier ook. Ben ik dan even eten? Ben ik al aan de top? Nummer 2 loopt. Nou, gaat u weer. Klap. Antwerpen, Jos. Gaan we de camera? Kom je aan het werk? Ja hoor. Je hebt nog nou! Geen lezen, alleen een vorm. Wie gaat zoals zien, hè? Wie zit aan de tafel bij Jan? Ja, dat zie ik. Er is even een introotje voor adjudant Pannenkoek. We kregen hier een lekkere schotel voor getoverd. Ja, maar Pannenkoek kreeg dat niet meer. Dus dat moet ik maar hier doen. Maar Jan, ja. Vertel eens even, de Witte Paarden, de bunt we hier. Geweldig mooi plekje. Edele namen, Witte Paarden,
Ze waren ook wat edele mensen nu, hè. Een prins, dus ja. Maar Wittepaar is een mooie omgeving. Hè. Lekker vrij wonen, voor, achter, heerlijk. En kennen de mensen hier wel carnaval? Van vroeger uit is er wel carnaval gevierd, heel vroeger in Steeuwgewold. Was een heel grote enclave, allemaal carnaval, carnaval. Het hele verhaal van gehoord laatst. Maar goed, het hele carnaval is in Steenwijk wat rustende helaas. Dus niet, er wordt niet meer zoveel carnaval gevierd als in Zwolle, helaas. En hoeveel cafés zijn hier nou? We hebben net geprobeerd bij een café te parkeren, maar dat mocht niet. Is dat de eerste of verder nog meer? Nee, we hebben maar één café, maar goed, die man is al 2 jaar aan het verbouwen. En, nou, ik hoop dat de eerdaags toch een keer open gaat, zodat we op ons eigen plekje weer waar we een drankje kunnen halen en een feestje kunnen vieren. Dus dat hoop ik wel weer dat dit snel weer door kan gaan. Maar nog vertelde je net, je waren ook al gefeliciteerd met de geboorte van uw zoon. Ja, dat klopt. Hè. De oerlewapens hebben een mooi embleem voor mijn huis gedaan. Dus ik heb ze zaterdag blijkbaar al gedaan. Ik kom zondag lekker relaxed van het feest van Prins Kinder, kom ik naar huis. In de auto nadenken over geweldig mijn carnavalsweekend. Sta ik in één keer hier voor huis. Ik pats direct helemaal stil. Viel achter mij aan. Mooie embleem voor u. Geweldig. Maar goed. Kom ik op mijn werk, feliciteren ze mij dat ik een zoon heb. Dat hangt natuurlijk allemaal blauw blond aan. Zij weten natuurlijk niet dat het allemaal voor de carnaval is. Dus als je een geintje moet kunnen, toch? Ja, dat vind ik ook. Hé, maar ik moet wat eten. Ik vind dat kleur bord, vind ik ben jij hem van het mooie, dan? Ja, hé? Ja, dat is die van het mooie. Ja, dat klopt. Gaan we ook direct doen. Ja, goed. Kijk, dat vind ik van het mooie. Deze vind ik ook wel goed. Ja, ja, dat is ook voor ja, mij. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Ja. Als ze even nog eens vertellen wat de kleur betekent. Ja, wat de kleur betekent. Sam! Oh, oh, oh. Hebben geen andere voor de Sam dan? Ja. Oh, ik dacht dat altijd het laadje was. Nee. Dat was hier altijd een laadje in die. Maar die zit hier niet meer in. Wat gaan we straks doen met de carnaval? Verkast je dan helemaal naar meneer Schutte? Ja, dat zit meteen. Ik ben bij Hotel Schutte. Hè. Zo Hotel Schutte? Zo hebben we al gebombardeerd. Dus, het houdt goed voor elkaar. Dus, vanaf de vrijdag vertoeven we daar tot en met woensdag. En dat is gewoon geweldig. Bedankt natuurlijk de stad in. Hè. We blijven niet de hele dag in Hotel Schutte. We slapen nu. We eten nog een paar keer in, bij Marjan geloof ik nog. Ja, een carnavalsweekend. Dus, dat heeft hij allemaal goed geregeld. Hij heeft er een kleur van die schutte. Zie je wel? Hij heeft er een kleur van. Was koud. Ja. Was koud. Hé, maar ik zit hier nog aan een leuke, gezellige tafel. Ik zit hier naast de schoonheid. Zeg eens even wie dat allemaal zijn, man. Wie gaat weer dat allemaal niet, natuurlijk. Ik ga dat even vertellen. Dat is mijn oudste dochter, dat is Rosanne. Die is 13. En dat is mijn jongste dochter. Dat is Luanne. En die is 10. En dat zit mijn schoonheid. Ineke. Nee, die is net de 40 gepasseerd. Dat maakt wel zin aan, hè? Aan mijn dood zijn ik ook net de 40. En dat is René, mijn luitenant Humus. En die naast me, Bram, admiral Aqua. Ja, met dat Bram en René, daar vier ik het. Ik kan voor me beter adjudant Heineken wezen. Want ik heb helemaal met die gele dingen zien lopen. Ja, ja, nee. Er zit wel genoeg water in. Maar Bram, schep even op, jongen. Want alles wat koud. We zijn ook opscheppen, want anders wordt alles koud. Er zit niks in de keuken, hè? Want het mooiste is natuurlijk als... Die hadden we ook bij auto. Ja, we beginnen bij de hoogheid, hè? Ja, lekker, hè? Kijk, het mooiste is natuurlijk als je dan de pannenkoek natuurlijk ziet dat hij aan het eten bent. Ja, pannenkoek, ja, dat vertelde me nog maar een keer wie dat is. Dat is, als je dan pannenkoek, dat is zijn eigenlijke naam is president Ronald. Oh, oké, okay. Ja, dan valt mijn kwartje. Kijk eens. Ja, maar goed, dank u. Top. Dat is, nou, ik wil graag wat macaroni. Mag dat? Ja, natuurlijk. Ja, dat wil ik gewoon even opscheppen door Bram. Andere leuk, prachtig, kijk. Ja. Doe Bart ook in drie kogeltjes. Wacht even, hoe vent. Oh. En geld dan, wat wil jij? Ik ben het werk. Jij ja, ook. Sorry, ik ben het werk. Ja, onbeschreven. Homa. Het is voor de camera, hè? Ja, ja, ja. We kennen het werk van alles. Dus we hebben het tussen scherp. Ja, ik heb die ook. Die. Deze? Ja, ja. Dat is wel prima. Ik heb deze ook al eens gehad hier. Dat is heel warm. Je komt hier vaker. Als ze met een minuut eet die hoogheid ook met mes en vork of doet het met alles? Dat gaan we zo in bekijken.
Dat gaan we zo in. Dan moet er nog een mesje bij en een vork of een lepel. Nee, en dan, ik ben ook benieuwd of Jan ook een gebedje voor de eten of zo. Ik ben benieuwd naar. Ach, dat zit er allemaal doorheen. Een afvallige. Jan is afvallige. Dat mag hier in de witte paard. Ik zit hier allemaal doorheen. Ineke heeft het doorheen gekozen. Het gebedje? Ja, het gebedje is er allemaal doorheen. Bij mij thuis schep je nooit zelf op, hè? Dat moet ik altijd doen. Opscheppen, dat doen we wel. Maar nee, nee, maar die brand die kan opscheppen. Ik heb ook nog een strafjes daarvan. Ja, dat zie je. Ja, dat is ook zo. Anders ben ik een straf. Ja, dat is ook zo. Nee, gewoon niet kunnen. Dat wist je gisteren ook al, of niet? Ja. Dan, hoe is die verkiezing voor jou gegaan? Vorig jaar, medio februari, was ik op de grote avond van de hoedenwapens. En toen stond ik wel met, was ik mee met de deurblazers uit Deventer. Toen stond samen met Bram met, en met Gert stonden we op de klep in de grote zaal. En toen vroeg Gert natuurlijk al heel snikkie, van nou, is hij als hoogheid geweest? Nou, ik ben al 4 keer adjudant geweest, maar nog geen hoogheid. Nou, toen kwam het gesprek verder als ik dat wel een keer wou doen. Dus nou, zo is dat ontstaan. Dus toen ben ik voorgedragen en ergens medio mei kreeg ik bericht van, nou goed, je zit bij de gegarigden. Blijkbaar zijn er nog een aantal, nou, en daar wordt de keuze uitgemaakt. Dus begin juni, half juni kreeg ik echt het groene licht dat ik door was. En dan, dan begin je met kleding te zoeken? Kleding, naam, nou, naam wist ik allemaal al. Ik had natuurlijk altijd op mijn bucketlijst wel een keer staan dat ik wel een keer prins wil worden. Ik maak het heel leuk, hè. Maar dan zit ik ook weer op niveau, want ik heb hier al jaren gewoond. Ik ben een prinses in huis natuurlijk, dus... Dat is mooi, dus daar hebben we ook geen gedonder meer over. Was trouwens een dondersgoed jaar. Ja, was ook mooi, ja. Maar ja, dan begin je kleding uit te zoeken en de medaille en de onderscheiding allemaal te maken. Doe dat met Bram en met... Ja, en met z'n drieën bedenken. Ja. En ik schrijf, maak een ruwe vorm, nou, dan mail ik dat weer. Nou, dan wordt er weer opgeschoten en ik zou het zo doen. En zo bedenken met z'n drieën. Ja, is het een beetje tot stand gekomen. En overal bij alle hoogheden haalt mijn geintje uit. Ja, vind ik ook een beetje leuk. Min of meer bij bike begon met de fiets. Van, nou, die laat, moet je maar eens laten zien als je fietsenmaker is. Dus, nou, zo is het. Ja, dat heeft onze Gerb ook op de film staan. Ja. Nou ja, zulke dingen allemaal, dat vind ik leuk. Ja. Dat is voor mij carnaval. En de actor en de opkomst moest ik ook helemaal zelf bedenken. En nou, dat kwam in Meiwagen nog. En dan heb ik gekozen voor de nieuwste achtbaan in de Efteling. Want ik ben zo gek van de achtbaan. Dus we gaan wel op pretpark bij Langes in Nederland. Dus. En dit is de nieuwste. We zeggen, nou, hier komt ook een nieuwe prins. Dus een nieuwe achtbaan. Mooie muziek erbij. En nou, we wouden natuurlijk ook graag dat de dames erbij waren. Maar goed, als de dames achter in de zaal kwamen, ongekleed. En dan zien ze wel. Dat heb ik niet gezien. Wel met shirtjes aan de kant. Het heb je nog één hap in de mond, want ik zal bijzonder besteken. Ja, dat heb ik ook. Je ligt mag ik interrumpieren? Ja, dat mag. Je ligt die schutten we. Schutten we daar. Ja, die was opgevoed als je nodig. Ja, dat was ook mooi. Ja. Nee, maar daar was ik ook blij mee, hè, met die 6 mijnwerkers. Dat hij om mij heen huppelt met de wagen. Dan kon hij dat ook helemaal meemaken. Ja, dat was gewoon geweldig. Dat was leuk. Nou, dan gaan we even op de film zetten hoe af eerder, hè? Met zijn vuur, of niet? Wil je dat ook nog inzoomen, of... Dat gaat helemaal goed. Ik heb gehoord dat als je met mensen vork eet, dan eet je niet zo heel veel. Want anders dan word je dikker, hoor. Ja. Oh ja? Wat een stille goed leven. Ja. Nou, daar ben je dan zo dik van geworden. Ja. Nou, smaakt wel lekker meisje, hè? Maar dat zijn wel dat het lekker is. Ben je echt niet wat mee aan Batsen? Nee, daar word ik me nog niet. Maar kan me hier ook wel. En Batsen, weet je wat ik wel zo mooi vind? Dan komt echt die pruimende vraag van Hans, die komt er dan. Jan, koop je ook wel eens? Je moet er alles voor zetten, jongen. Ja, maar dan komt dat draaiboek eens niet van elkaar. Nee, nee. Hoe komt dat dan met dat draaiboek, jongen? Vertel me dat nog eens. Ja, misschien was meneer Ellen vandaag heel erg. Dat had Jan me al een keer verteld dat te kopen. Ja. Jan, die kookt ook wel eens. Ik kook de dinsdag en de donderdag kook ik altijd. Vandaag is dinsdag niet. Deze dinsdag niet, maar gisteren moest mijn vrouw werken, dus nou ja. Toen heb ik gekookt. En, nou, we hadden een reden, hè? Dat vandaag. We hadden een reden, hè? Hadden we nu gevraagd van waarom hij zoveel? Nou. Ja, daar had ik wel weer een antwoord op. Hoor je had het gewoon van de maak van de rust van de hele week. Ja, en vanmorgen ook. Ja, vanmorgen. Jan en wel, maar gewoon. Vanmorgen weer. De hele week naar het hotel.
En dan schud ik er een bakje mee. Of niet? Nou, hier denk ik ook eens wat. Nee, ja, maar dat doen we eigenlijk goed. Ja. Dan schudt hij het niet. Wiegel. Wiegel, hij dat hier toch eens konden zien, jongen. Dat is zo gezellig, hè? Met Jan. Jan die net lekker met een furkie, prikt een furkie mee. En die drie meiden lekker aan het eten. Die schudden, die smakken een beetje, maar... Tegen dat goed is. Maar... Doen ze straks op de rommel met die nobuum niet, want... Ja, dat kan Wiegel ook niet zien, maar ze hebben hier een rommel gemaakt. Dat hoop ik wel. Die Bram en die Schutte, want... Gert, onze regisseur en opnameleider, die wat hebben in de onderbroek zitten. Van dat rotspul. Nou jongens, het is... Ja, ik vind het wel erg hoor, wat jullie erom hebben. Ja. In het hotel en buiten te maken, dan moet het ook een keer terug doen. Ja, wij maken zelf ook een bende, dus ja. Aan kaas kun je de bal vragen, ja. Ja, maar je hebt toch laatst wel een stofzuiger... Gestaan of niet? Ja, dat komt wel. Maar wat ga je nog meer doen, Jan, allemaal? Wat hebben we nog meer gedaan? Nou, het kan nog wel eens weekend. Aankomende week gaan we nog een bier tappen. En we gaan verkleden als Suske en Wiske, is de bedoeling. En op zaterdagmorgen gaan we naar de Kninebelders. Ja, Lambieke. Of een Lambieke hoor ik dan nog. Maar zaterdagmorgen gaan we naar de Kninebelders. Nou, zaterdagmiddag gaan we nog seniorencarnaval van de Oelewapens bij Vermaten. En dan ja, de rest van het weekend hebben we nog niks. Hè. Maar morgenavond de hofvergadering nog met de Oelewapens. En misschien dat we de zondag zijn, dat we kunnen ergens heen met elkaar. Maar goed, dat moet ik allemaal zien dat dat allemaal nog lukt. En dan ging dat wel nog goed met die twee? Dat, ja, geen probleem? Gaat perfect. Geweldig is weer met z'n drieën. Dat, ja. En heel veel schik en lol. Het wordt ook wel eens heel vroeg in de ochtend en dat wij het bedje zoeken. Behalve als Brand er niet is. Dus maar dan, wat vroeger. Ja, dan ligt iets vroeger. Maar anders is het vaak nog 5 uur, 5:30. Oh, dat vind ik wel. Ja, je dus was erbij, hè? En dan je hebt maandagavond de Prinsendag. Doe er ook aan mee? Nee. Ik kan niet dat, dus ja, ik kan ook niet bier tappen, maar goed, ja, je moet keuzes maken. Dus ja, dus doe ik er niet aan mee. Ah, dat is een goede keuze. Ja, hè? Ja. Ja, want ik heb begrepen, wij weten er ook niet, want u bent ook hartstikke druk. Okay, ja. Ja, en dan onder week hebben we dan die vrijdag is... donderdag gaan we eerst bij Café Hersel gaan we de blonde aan blazen. Mag hoor. Ik kan me niet voorstellen. Ik dacht dat je op de heet was, man. Ja. Ben je zelf dus? Ik heb ook mijn strifgewicht dan. Ja, okay. Ja, 140 kilo denk ik. Goed. Dus dat is nog vrijdag Oelewap opzetten. Zaterdagmorgen... De Prinsenwaal. De Prinsenwaal, van het station. Ja. De Brughek. De Brughek. Nou, dan gaan we de sleutel ophalen. Dan hebben we de auto. Dat wordt, ja, wordt leuk. We zijn druk met de wagen aan het bouwen. En ben je daar ook iedere keer bij? Dan zijn we 3 keer geweest. Oké. Okay. Ja, de mannen allemaal, die er zijn, allemaal wat voorzien van. Wat, een natje en een droogje. Nou, was ook gezellig. Dus dat is altijd wel wat sfeer bij de wagen. Ja, nou, dan kom ik allerlei ideeën naar de boom, anders nou, dan word ik weer aangepast. En het ziet hoe leuk als ze weer gemaakt hebben. Zo. Nou, dat is wel super. Ja, ik ben de jury van de van opdracht. Mm-hmm. Ik ben ook de kom, hè? Ja. Nou, dat doen we wel. Ik ben ook, je kunt ook een pakje oppas krijgen. Wij doen mee voor de lol. En dat hebben we. Dit was gewoon. Maar Rosanne, wat vind jij er dan van dat die vader prins is? Leuk. Ja? Jawel. Dan ga je ook straks mee naar Zwolle? Met de optocht en... Ja, denk ik wel. Ja? Of ze weten dat ik niet meer, hè? Wel, ja. En jij dan? Oh, ik vind het ook wel leuk, hoor. Ja? Merk je er nou ook nog wat van in je zakgeld, dat die prins is gewonnen? Geen verhoging? Verlaging. Ja, verlaging. Ja. Verlaging, en daar is het weer. Ik weet niet meer. Nou, doen we. Ja, dat is leuk. Mooi, dus mooi druk programma. Ja, lekker genieten. Nou, hartstikke mooi. Ja. Het lijkt me ook wel leuk. Ik beken je nou een beetje als een enthousiaste man. Vooral ook naar ons toe natuurlijk. Ja, ja. Het is altijd leuk. Naar de radio, naar televisie. Maar dan weet ik nog even voordat we gaan afsluiten. Weet ik natuurlijk aan jullie allemaal een verschrikkelijk goed carnaval wensen. En ik wil toch nog even onthullen waar dat beurt voor stond, die kleur. Ja. Je mag het lekker doen natuurlijk. Je mag de tafel aan Ruud maar afwassen. Ja, nee, bedankt.
Dat is dat club, dat is, hoor. Dat is ook goed. Dat is goed, dan dat laadje. Wie zit hier bij je? Ja. Jongens, bedankt. Ik vond het leuk. Ook namens de crew. Top. Dat is leuk. Gezellig dat jullie erin waren. Ja. Ja, die wist van niks, dus ja, dat was helemaal mooi. Ik was echt helemaal van niks. Want die zagen mijn ligging in die stoel. Ja. Dus, ja. Ja. Toen zeiden ze, maar kijk, Jan is de bril op. Ja. Hij wist van niks. Ja. Ik wist echt van niks. Nou jongens, bedankt voor het lekkere eten. En we zien elkaar bij het nou, allemaal tot ziens. Tot ziens. Goed gegeven. Tot de volgende keer. Helemaal goed. En dan komen we met de carnaval, hè? Ja, dat ik jullie zie, hè? Met die pin van ons op. En verkleed. Oh, en je, ze heeft hem al op. Ja, zo. Kijk, kan Jan nog wat doen? Ja. Ja, Jan heeft hem niet op. Nee, dat heeft hem wel op. Nee, ja, nee, dat is Aqua, hè? Aqua, die heeft nog alles, die heeft nog een nieuw button gekregen, dus button? Ja, voor het zijn ding. Speld. Speld 10. Ah, ja. Speld 10. Nou, Jan. Ja. Kom daar aan het doen, maar... Het gaat jullie goed. Bedankt. Dank jullie wel. Ik vond het ook heel erg leuk met jullie. Spiegel, we hebben lekker gegeten. We hebben belachen. Een goed gesprek gehad met Jan. En weer een scoop, hè? En weer een scoop. Maar dat vertel ik nog wel. Spiegel. Nou, hoi. Hoi.